Vandaag hebben we een hele interessante keynote speech gehad van Evelyn Hu-De Hart. Ze heeft gepraat over traders, coolies en empires, de Hokkien en Cantonese diaspora, to Southeast Asia and Americas from the 16th century to the end of the 19th century. Nou, ze heeft een hele prachtige lezing gegeven over de rol van de Chinese diaspora tussen de 16e en de 19e eeuw. Ze heeft een aantal interessante analyses gegeven over hoe eigenlijk de Chinese diaspora heeft bijgedragen aan de rijkdom van de Europese, maar ook de Amerikaanse empires. Ze maakten een tweedeling onder de diaspora van Chinezen. Je hebt dus de shopkeepers, dus de winkeliers, en de gewone contract laborers, de gewone werkers. Ze heeft iets later op de dag een panel over de Chinese contractarbeid. Ik moet zeggen dus dat de hele zaal aan de lippen hing. Na die sessie hebben we dus twee panels gehad. Het eerste panel ging over, het was een virtueel panel. Dat ging over baptism and freedom. Dat was voornamelijk een panel bestaande uit scholars uit Nederland. Die vertelden over de relatie tussen dopen en onder de, dus de tot slaaf gemaakte. We hebben ook een ander panel gehad over Indian Indentured Migrants. Ik heb dat helaas niet gevolgd hoor, ik was niet daar. Maar iets later op de dag hebben we nog een aantal interessante panels, waaronder dus die van de Chinezen. En we hebben straks een panel over etniciteit en religie. Er zal ook een apart panel zijn met collega's uit Frans-Guyana. Ze zullen praten over transnational identities in de Guyana Shield. Een leuk panel lijkt me dus het panel over kolonialisme, slavernij en indentured labor, the call for justice. Waarbij er zeker één presentatie gaat over herstelbetalingen voor contractarbeiders. Iets later op de dag zal de groep naar het Nationaal Archief gaan. Daar is er een expo. En dan zijn de mensen vrij. In de avonduren is er geen programma. Morgen is de laatste dag. Dan zullen we een paar spannende paneldiscussies hebben over medisch pluralisme. We hebben ja ook een speciaal panel over hoe je eigenlijk je roots kan opzoeken